Waar we nu varen, dat was destijds Frontline. Dus al wat daar vandaan de andere kant in wilde, want die kant daar zo, dat zuiden, dat was bevrijd. Lage Zwaluw was bevrijd en die mensen gingen altijd vanuit bevrijd gebied gingen ze naar bezet gebied. En natuurlijk, met de tijd kwamen ze terug. Er gingen personen werden erover gezet, er werden goederen overgezet, er werden medicijnen overgezet, maar ook heel erg veel informatie. Het was levensgevaarlijk, niet alleen dat dus altijd in de nacht moest gebeuren, met weinig maan. Dus die mensen die hier voeren, die moesten wel heel erg goed bekend zijn. Moesten heel goed weten wat het water deed of wat het niet deed. En overal werden die mensen beloerd. Overal werden die mensen beloerd en als het even kent, weggeschoten. Een mooiere plaats bestaat er voor geen enkel monument. Want die man die staat hier met zijn rug naar het bevrijde dorp waar hij zelf vandaan komt. En daar is zijn weg. En dat is allemaal ellende, allemaal oorlog. Die mannen deden dat. In Lage Zwaluwe vonden wij als jury dat er een heel mooi voorbeeld is van hoe mensen in moeilijke omstandigheden hun eigen omgeving gebruiken om daar winst uit te behalen, om daar de goede dingen mee te doen. Het is een heel spannend verhaal, maar het is ook iets wat een verhaal wat aangeeft dat je allemaal op het punt kunt komen dat jou gevraagd wordt, durf jij? Ik ben in 1936 geboren. In 1945 was ik dus een manneke van een jaar of 8-9. En datgene wat wij ervoeren terwijl mijn vader dit werk deed, was niet het beste. En dat geven die twee regeltjes op dat bordje, die twee middelste regeltjes, die geven dat helemaal aan. En daar staat, zo verwant als de biesbos aan zijn riet, was de crosser. Maar we wisten het niet. Nog steeds. En dat zal zo blijven, denk ik, mijn leven lang. Dat die mensen, als we goed weten wat ze gedaan hebben, dat ze ten alle tijde te weinig geëerd zijn. Mede en net zo goed als zo'n heleboel van die mensen die in het verzet zaten. En dit waren ook burgers die dat werk deden. Zonder meer. Gewone, simpele mensen. Die drie figuren die staan symbool voor de verzetsheld, de soldaat en niet te vergeten de burger. Heel belangrijk wat daarop staat, dat is gedenk hen die vielen, gedenk hun namen, vergeet ze niet. Die hun, dat is wat wij beogen, om die levend te maken hier rondom dit monument. Eindhoven heeft midden in de stad een centraal punt dat altijd het middelpunt is van herdenken en vieren. En dat centrale punt, viel ons op als jury, is echt iets wat iedereen in Eindhoven weet, wat leeft voor de mensen en waar elk jaar weer iedereen naartoe gaat om dit met elkaar te gedenken. Wij zijn bezig om de 1150 namen van alle gevallen Eindhovenaren, en daarmee bedoel ik ook degenen die in de kampen zijn afgevoerd, niet alleen de monumenten, maar naar de kampen zijn afgevoerd, de verzetshelden, de soldaten, de militairen, iedereen die hier ingeschreven stond, om het maar even formeel te zeggen, als Eindhovenaar, die komt hier op de plaquettes zichtbaar. Ik kom hier elke dag langs op weg naar mijn kantoor. Het betekent voor mij heel veel. Ik kijk ernaar en ik voel wat er geleefd heeft in die jaren, in die oorlogsjaren, dat voel je als je dit monument ziet.